Ja, we waren natuurlijk vorige week bij Donaghy. Die, startte misschien wel een vete of zette hem wel even voort? Vete, ja. Het is wat het is. Ik denk dat die jongen gewoon verliefd is op mij. Echt waar. Ik denk dat die jongen gewoon elke keer heeft hij het over mij. Dus ik denk dat hij zware issues heeft. En, ja. Kijk, we hebben eerder tegen elkaar gestaan. Hij heeft van mij gewonnen op een extra ronde. Redenen, ja, weet je, daar ga ik het niet over hebben. Ik ben geen excuus bitch zoals hij dat is. Ik ga ook geen shine van hem afnemen daarin. Hij heeft toch gewoon voor mij gewonnen. En that's it. Laten we even samen naar dat item kijken wat we gemaakt hebben. Ja. Ik ben wel benieuwd hoe je op sommige zaken reageert. Ja. Ja, er is er eentje die staat te springen. Gaat hij te springen? Tegen te vechten. Tavares, je grote vriend. Betaalt mijn grote vriend. Hij denkt dat hij staat te springen, dat is wat hij denkt. Weet je, dat is wat hij denkt. Want hij houdt ervan om veel te praten. Maar hij doet eigenlijk niet zoveel, dus hij is eigenlijk een jogger. Wat vind je daarvan? Als het één iemand is die veel praat, is hij het wel. Hij is ook nog eens heel moeilijk verstaanbaar. Maar het advies die ik aan hem wil geven is dat hij een afspraak maakt bij de logopedist. Even zijn spraak onder controle krijgt. Ja, want wat is dat tussen jullie? Ik weet dat jij van Duut won, dat hij het liefst die microfoon meteen greep. Dit is naar Straatsburg, hè? Ja, dit is naar Straatsburg. Glory belde me een paar dagen van tevoren op. Wil je aanwezig zijn in Straatsburg? Want jij vecht tegen de winnaar. Tuurlijk, dan ben ik daar aanwezig om even gewoon mezelf te laten zien. En ja, als hij had gewonnen, dus ik zou dan tegen hem vechten. En toen kwam Fakitov uit de Hogehoed, want die is ook altijd geblesseerd. Dus die moest weer vechten. En zodoende werd hij naar voren geschoven. Ja. Maar ja, ik kan nog goed herinneren dat hij na die wedstrijd zei in een interview van hij wil niet tegen mij vechten. Dus die jongen is... Hij zei dat je moest wachten. Je moest op je plek wachten. Ik heb gewoon echt op beeld dat hij zegt van... je weet toch, iedereen die voorgeschoven wordt, behalve Tavares. Je hebt het zelf gezegd, Pik. Maar die jongen is gewoon net een wijf af en toe. Ik ben Champions League, hij is Super League, dit dat. En dit is een tijd geleden, toch? Ja, 2 jaar geleden. Ja. Dat was 20 jaar, klopt. Maar echt dan bleek hij Super League te zijn. Oké, daar wil ik ook even wat over zeggen. Inderdaad, ik heb dat toen gezegd, voorafgaande die partij, noemde ik hem Super League. Ik noemde eigenlijk heel de toernooi Super League toen. Maar hij was er onderdeel van. En achteraf, ik sta er nog steeds achter, hoor. Wanneer die partij weer plaats gaat vinden, dan gaat hij zien. Dan gaat hij zien. Het is wel een match die eraan zou kunnen komen. Ik bedoel, jij komt net van een verliespartij, hij komt van een winstpartij. Ja, hij komt echt van een winstpartij. Ik had die wedstrijd al voor hem gewonnen. Als je het vergelijkt met mijn partij tegen Duut, ik heb 3 rondes overtuigend van die jongen gewonnen. En Duut is een gevaarlijke vechter, weet je. Laten we wel zijn. Het is een echte knockouter. Maar hoe kan je iemand breken als je op split decision wint van iemand? Ja, weet je niet, hoor. Lijkt mij lastig. Als je dan iemand breekt. Als je net nipt wint. Maar ja, we laten die jongen in zijn water. Hij loopt te spelen met mijn ex alsof het iets speciaals is, maar dat is het niet. Je loopt te spelen met zijn exen? Ja, loopt te spelen met mijn exen. Kijk, ik heb al gezegd dat de jongen ogen op mij heeft, maar ik zet echt vraagtekens bij zijn geaardheid met deze uitspraak. Want als ik het heb over exen, dan praat ik over vrouwelijk schoon. Snap je? Ik houd het bij vrouwen, snap je? En hij praat over mannen en zo. Kijk, weet je, als dat zijn ding is, ja, ik heb daar respect voor, maar niet bij mij, man. Ik ben daar totaal niet van. En stel dat Glory zegt, hè, Benny tegen Butler, ja, gaat door. Ja. Wordt in Rotterdam, met supporters, zonder supporters, wanneer, we weten het niet. En ze zeggen, Louis, jij gaat op dat co-main event tegen Donaghy vechten. Ja. Ga je dan mee of zeg je, nee? Kijk, weet je, als het moet, dan moet het. Kan ik ook gelijk laten zien wat ik toen bedoelde met Jupiler League. Dus, weet je, zoals kan je het zeggen. Everybody can get it. So, hij ook. Hij doet niet veel. En hij heeft geen kracht, weet je, tot hij wel gewoon groot is. Nou, zegt hij, jij hebt niet genoeg kracht. Ja. Het is wel zo, sinds je bij Glory vecht, hè. Ja. Ik heb je Suspergi neer zien slaan. Mm-hmm. Maar je hebt nog niet een KO op je naam staan. Ja. Die heeft hij trouwens ook niet binnen Glory. Even scherp zijn. Mm-hmm. Maar ik weet van dat in de toekomst dat die KO's gaan vallen. Zoals voordat ik bij Glory kwam. Kijk, al die partijen daarvoor. Als ze niet KO gingen, hadden ze het zwaar te verduren. Dan vielen er minimaal 1 of 2 knockdowns. En weet je, als je kijkt naar mijn record. Volgens mij heb ik gewoon meer knock-outs dan dat hij überhaupt partijen heeft. Dus ja, wij hebben het over.
Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.